Jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Romy. Vandaag test ik iets van LOL uit. Het is super cool. Jullie weten dat ik een blink serie heb. Maar kijk eens. Ten, ten, ten. Het is de allernieuwste. De Hergos. Ik heb hem bij de Intertoys gehaald. Ze kostte €17 per stuk. Heel duur. En toen ik er was, was er twee bakken. Tenminste, er waren twee bakken vol en twee bakken waren vol, maar ook leeg. Dus let's go begin. Maar zo ziet hij eruit. Ze kan haar haar stylen. En er zitten 15 surprises in. Een glaasje, de rebus, de beker, dit snap ik niet. De haarklipjes, maar daar zit dan ook nog iets in. Een kammetje, een beker. Zonnebril, hier zitten 4 surprises in. En kleding, ja, schoenen en het poppetje zelf. Dus let's go begin! Ik heb een roze. Dan meteen krijg ik een spiegeltje. Ik ben echt blij dat ik een eentje. Ik hoef super graag haar. Het is roze. In de eerste laag zie ik niks. De tweede laag. Ik wil zo graag haar. Het is echt super mooi. Het is een splash. Volgens mij heet ze Splash Queen. Ik denk het niet, maar ik wil haar wel. Iets met splash, denk ik. En haarlakfles, oh my gosh. Dat is echt cool. Ik denk dat ik iets heb gemist. Hier zit het. De rebus is Bad Hair Day. Hier, dit is de rebus. Bad Hair Day. Stickertjes. Oh. Nou, ik heb net al iets gezien. Maar ik haalde deze cap. En dan heb ik gewoon een haarspray ding. Ik denk dat ik iets heb gemist. Het spiegeltje. Maar dat kijk ik straks wel. Misschien is dit het. Oeh! Hier zit hij in. Zat hier onderin. Zit een draaiknop. Of zoiets. Nou, laten we het maar gaan openmaken. Ik vind het echt leuk dat ik nu zo in heb. Het volgende is zijn. Tada, dit is de capsule. Is het de cap? Hier kan je dit in doen. Dit kan je hier zo in doen en aan de andere kant ook. En dan heb je zo om te dragen. Maar dat ga ik straks, denk ik, nog wel laten zien. Dus alles leg ik hier. Hier heb ik nog stickertjes. Het is heel erg glittery. Misschien kunnen jullie het niet zien, maar voor mij is het heel glittery. Ah ja, jullie kunnen het zien. Het is echt heel cool. Dus ik maak het open. Whoopsie. Oeh, het zijn van die deurtjes. Het is zo'n deur. Halleluja. Wow, dit zit hier wel heel erg cool. For this, I am here for this. Oeh, allemaal cadeautjes. Je hebt een haarklip. Je moet dit eraf halen zo. Kijk, je hebt zo'n haarklip. Je moet dit eraf halen. Maak je hem zo open. Maar eerst beginnen we met de zakjes. Dit is haar outfit. Deze is niet van Splatters. Helaas niet. Ik heb Skater Girl. Van de atleetclub. Zo ziet ze eruit. Dit is haar kleding. Ze kan van kleur veranderen. Dus ik ga misschien laten pakken. Zo.
Er schoenen. Ja, het zijn precies die. Ik laat alles zo meteen. Nou, oké. Hier heb je schoentjes. Zo, dat is klein. Het is namelijk een bandje. Nu ben ik wel benieuwd waar het kammetje in zit. Waar het kammetje is. Ik heb geen idee wat dit is. Het kammetje! Precies wat hij nodig heeft. Wauw. Maken. En doe je gewoon dit. En dan heb je zo'n haarkrullig ding. En dan maak je dit open zo. Zo. En het is haar beker. Dat was het laatste volgens mij. Wat ik moet. Oh ja. Dit kan volgens mij af. Oh ja, wacht, kijk. Tada. Kijk, dit is een bankje. Wow, je kan hem ook zo doen. Heb je hem anders om. Maar dit is dus waar ze in kan chillen. Dat is dit. Dat is de cap. Dat is de bovenkant van de cap. Dat is het hier. Dan doe je weer. Als je hem weer terug op wil zetten, doe je dit. Zo. En dan staat hij weer op. Haar pet. Pet? Pet, ja. Pet kan ook, maar dat is een ander woord. Haar hoofd. Oh! Ze heeft bruin en rood. En oranje door elkaar. Oh, voor mij wel. Maar kijk. Haar haar is een beetje krullerig. Ja, oké. Okay, dat was het goede woord. En heel raar. Nou ja, haar haar is wel heel raar. Want het is heel stevig. Dus ik ga haar haar zo meteen even kammen. Het heeft zich omgekleed. En hier is ze. Met losse haartjes. Ik doe het even bed, ja, de bed bij haar op. Kijk, hier is ze. Zometeen gaan we haar natuurlijk in water doen. Koud water, warm water. Kijk, het hengsel. Dan kan ik het eruit duwen. Zo. En dan heb je zo de chillplek. Het is niet echt makkelijk. Dan kan je haar hier dus ook inzetten. En dan kan je ook open dicht maken. Dan kan je al dit kaarten erin doen. Heel veel spulletjes. Dus dat doe ik nu even. Zo, dat kan wel een beetje zo aan de kant. Nu gaan we haar in water en koud en warm water doen. Oké, daar komt het water. Hier is bakje 1. Daar is bakje 2. Eerst doen we met kleren warm en koud water. Oeh, ik zie al iets gebeuren. Gaan we even aan. Ja, uitkleden. Kijk. Klein beetje zo. Dan doen we haar nu in koud water. Nog een keer in koud water. Ze krijgt allemaal ruitjes op haar broekje. En kijk, ik kan. En ze krijgt een roze met wit topje. Kijk, haar sokken. Haar broekje. En haar topje. Dat is ze in koud water. Nu ziet ze er zo uit. Ik weet niet of ze in warm water kan veranderen van kleur.
Nee, dan word je gewoon weer normaal, dus... Kijk. Dan... wordt alles weer heel normaal wit. Haar haar is nu een beetje nat. Dus kunnen we het misschien een beetje beter kammen. Nou, hier is het ding. En bedankt voor het kijken van deze video. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En doei doei! Tot de volgende keer!